Ik ben Ronald Wolters en ik ben veehouder, lievelde. En dus mij gevraagd van, nee, wil je hier vanavond een klein beetje toelichting geven waar we mee bezig zijn? Doe maar graag. Ja, Ronald Wolters, veehouder, hier op de achtergrond, zijn jullie bezig met wat? Er was hier een beetje stro, een beetje paardenmest, dat lag daar. En ik zeg nou, als goed achterhoeksgebruik, als er ergens wat is, los het met elkaar ook weer op. Het naberschap. En vandaar dat we hier met een heel stel boeren, om het maar zo te zeggen, zijn, om het allemaal weer netjes te maken. En dan doen we dat graag. Ja, want de grote vraag is, is dit nou veroorzaakt door boeren? Wordt gezegd, maar er is discussie nog steeds over. Ja, ik weet niet wie het heeft gedaan. Ik ben er niet bij geweest. Ik weet wel dat een aantal boeren dit zou kunnen doen. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Mensen worden tot wanhoop gedreven. En als mensen tot wanhoop gedreven worden, ja, dan worden er ook af en toe wanhoopsdaden uitgehaald. En ik denk dat de mensen hier nog goed hebben nagedacht. Zijn hier op een splitsing. Goed verlicht. Het lag, wat ik begrepen heb, het heeft nooit midden op de weg gelegen. Het is denk ik toch een schreeuw om aandacht van politiek, doe je wat mee? Want wij weten het niet meer. Bied ons perspectief dat we verder kunnen met elkaar in dit land. Ja, en er is ook een boer aangehouden. Speelt dat nog mee dat jullie dit opruimen in zijn belang? Dat weet ik niet. Ik denk dat wel, mocht die boer aangehouden zijn, mocht dat hier zijn geweest, ik ben er niet bij geweest, dat weet ik niet, kan ik ook niet beoordelen. Maar in het algemeen is het gewoon zo, als wij merken dat er ergens iets is en het moet opgelost worden, we zijn met best een hele grote groep boeren die af en toe bij elkaar komt. Ik denk hier in Oost-Achthoek zijn er al snel 500 mensen. Nou, dan nemen we met elkaar de verantwoording om te zeggen van, als er wat is, lossen we het op. Heeft dan ook de boodschap aan die boeren van, je kunt het beter niet neergooien, want ja, je bent nu toch weer druk hier op deze vrijdagavond. Ja, wat heet druk? Zoals ik zei, als er iets is, lossen we het met elkaar op. En ik denk dat je het in dat kader moet zien. Ja. Je hebt wel gehoord dat er in ieder geval iemand vastzit die verdacht wordt dat hij het hier neergegooid heeft, dat het jongen heeft gekregen, toch? Ja, dat heb ik net te horen gekregen, maar hoe of wat weet ik verder niet. Het is niet zo dat jullie contact hebben en zeggen van, goh, we helpen hem een handje, want ja, misschien Rijkswaterstaat heeft natuurlijk aangifte gedaan, dat dat allemaal meespeelt. Speelt dat mee? Zoals ik wil zeggen, van, als er in de Achterhoek iets is, waar een boer bij betrokken is, speelt het naberschap. En dan, waar mogelijk, helpen we elkaar. Dus ik denk dat het signaal heel duidelijk is. Wie dit ook gedaan heeft, ik ben er niet bij geweest, ik weet het niet. Maar als dat iemand in de schoenen geschoven wordt en die is boer, dan helpen we als boeren, helpen we elkaar. Ja, nu zijn jullie dus bezig op te ruimen. Hierachter is het al schoon. Ik zie ook een emmer staan met zaad. Jullie zaaien het zelfs opnieuw in. Zo erg is het toch nog niet? Nee, maar er zijn op meerdere plekken geweest, ooit met demonstraties. En daar is best wel een keer een bermpje kapot gereden. Een klein spoortje. Dat zie je nu ook. Een paar graszoden die een klein beetje beschadigd zijn. Dat moet netjes opgevuld worden. Daar zorgen we voor. Maar de boodschap is dan toch nog steeds wel van, misschien als je dit zelf moet herstellen, is bijna water naar de zee dragen voor je gevoel. Of zie ik het verkeerd? Nou, ik denk dat de aanleiding is dat de boeren tot wanhoop zijn gereden. En als mensen daardoor een wanhopige actie doen, wat voor velen ook heel erg zal opluchten. Want je wilt denk ik niet weten hoeveel van onze collega's momenteel bij een psychiater lopen. En dan kan me goed voorstellen dat een actie, in welke vorm dan ook, dat die mensen wel oplucht. En als we op die manier de mensen kunnen helpen, doen we dat als collega's graag. Ja,